hele goede middag, lieve vrienden. Het is alweer laat, want ik was vanochtend ultra vroeg wakker. Er gingen een paar buren verderop, wie weet ik niet, ik ken die lui helemaal niet. Maar die gingen op vakantie. En dat begon dus al om 5:00. Ja, en dat op zondag. Ik had naar de kerk toe gewild. Ben ik nou niet aan toegekomen, want ik was kapot, ik was bek af, beroerd en alles. Van dat ik dus daar wakker van werd. Ja, wie gaat er 's morgens vroeg? Ja, je mag voor mij wel weggaan. Maar maak je auto dan de avond van tevoren klaar? Deden wij vroeger ook. Mijn ex en ik, s'avonds van tevoren de boel klaarmaken. Of de volgende dag op een christelijke tijd dat de mensen wakker zijn. En niet, ik weet niet hoe vroeg. Ik moest dus alles nog inpakken en dan heb je van die trekkoffertjes die lekker ravelen over de bestrating heen. Nou ja, en dan heb jij je raam natuurlijk open. En dan word jij wel wakker. Ja, is niet erg hoor. Nee, laat iedereen maar wakker worden. Ja, moela. Maar in ieder geval, ik ben eruit. Al is wel wat tegenzin, want alles plakt. Maar ze zeggen dat het wel koeler is geworden op mijn telefoon. Maar bij de poort is het 31 graden. En ik heb dat ding aan te ratelen. Zoals jullie misschien wel horen. Ja, het is al koeler, maar in huis dus niet, hè? Nee, in huis is het 27 graden. En bij vliegveld 24,5. Maar ja, de warmte blijft lang in je huis hangen. Dat is nou eenmaal een feit wat waar is. Maar ik vind het zo mooi, hè? Ik heb vlindertjes in de tuin. Ja, en dat vind ik zo mooi. Dat had mijn man ook zo mooi gevonden. Ja, die had het gegarandeerd weer gefotografeerd. En ik denk dat ik dat ook eens probeer te doen. Althans, fotograferen. Ik kan het gewoon uit de film halen. Uit de vlog en dat in zijn groep zetten. Ja, hij heeft ook een groep, mijn man. En ja, die hou ik in principe bij, maar ik heb er geen verstand van. Nee. Dan had de moestuin er ook heel anders bij gestaan dan nu met een soortje onkruid erin. Maar ja, oké. Ik ben buiten. Ik zie hier al een vlinder zitten. Een joekel. Met... Kijk dan. Ik weet niet of jullie hem zien. Ik zie hem zelf momenteel niet door mijn scherm. Dat is mooi, hè? Nou hoor, hoe kwam je weer terug? Ja, dat vind ik geweldig. Hier is die weer weg. Ik weet niet of je dat ziet, want ik heb de camera maar boven mijn hoofd. Warm hier binnen, buiten komt er weer. Stik de vlindertjes hier. Ja, de rupsenplaag is over om de vlinders uit te komen. Er zit een grote bij hoor. Uitzoomen, dan ben ik zelf te dichtbij. Ja.
voor mij ook. En dan. Ja, hoe mooi kan de natuur in je eigen tuin dan zijn, hè? Prachtig. Hé, hey, meisje. Niet met vlindertjes spelen. Ja, moet je niet met vlindertjes spelen dan. Nee. Nee? Die zit daar te zitten. In de schaduw. Van de bessenstruik. En die was hier te leggen. Daar. Hijgen, hè? Ja. Dat ook warm mee. Ja. Maar oké, ik ga een bak koffie maken aan deze kant en de diertjes even verzorgen. En ik spreek jullie later vandaag alweer. En nee, ik ga niet weg. Voorlopig nog niet. Nee. Misschien vanavond met goed weer, ik weet het niet. Maar zoals ik me nou voel, nee. Ik voel me niet helemaal op en top. Ik heb maar een klein beetje make-up ook op. En ik moet de boel hier even opruimen. Dus dat moet ik ook allemaal nog doen. De tafel is eenbeende, dat wil ik ook een beetje opruimen. Hier is het eenbeende, dat wil ik ook opruimen. Dus ja, alles een beetje langzaamaan. En dan komt het allemaal denk ik wel goed. En vooral met dit weer moet je rustig aan doen. Maar wel aan de kant. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag en tot later. Een vlinder in de tuin gespot. En ik zie er nog een. Dan hoop ik dat ik die keer vind. Die gaat die. Ik hoop dat jullie hem zien. Dus ja, hoe mooi kan je tuin zijn? En er kan niks bijzonders in en toch is het mooi. Dat vlindertje. Ja, wat leuk. Het is juist koud, als je dat nou zegt. Ja, dit is mooi, hè? Ja, vind ik van wel.
Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is alweer, die klok die loopt niet goed. Daar kijken we die deze naar. 4 minuten over 7. De dieren hebben al eten gehad. Ik moet nog. Het weer is helemaal totaal veranderd hier in ons stadje Den Helder. Het is nou grijs, grauw en wind. Het is heel end frisser geworden. Maar ik heb wel vlindertjes in de tuin steeds. En dat is en blijft prachtig. Hé, Frodoetje? Of niet? Daar. Ja, ja. Oh, wat lekker onder het nekkie. Ja. En het is nu bij de poort. Even koekeloeren. Ah. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, 24 graden. Ja, dat is bij de poort, bij die rode deur daar. Daar is het 24 graden. In huis is het nou ook 24 graden. En op het vliegveld, daar is het nou 19 graden. Dus ja, gaat goed zo. Ik ga de deur dicht doen. Het keukenraam staat ook nog open. Boven staat alles nog open. Laat daar nog maar lekker even doorwarmen. Maar ik doe die deur dicht. Kan ik toch de warmte, wat er nou nog is, lekker in huis houden. En ik ga mijn schort omdoen ook. En ik ga voor mezelf even eten klaarmaken. En ik ben met een plaatje bezig voor in de 50 plus groep. Niet zomaar een plaatje, nee, weer een plaatje waar ik zelf op kom te staan. Ik sta er al op. En Astrid, ja. Dat mag wel van haar, maar vloggen mag niet. Nou, ze komt er nou ook op, hoor. Joh. Zo, dat ben ik, zei de gek. En dat is Astrid. Nou, toch niks mis mee? Nee, vind ik van niet. Maar ja, wie ben ik? Het is een lieve schat, maar ze wil er niet op. Nou ja, oké. Kan gebeuren. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik had niet eerder aan het vloggen toe kunnen komen. Ook omdat Karin mij heeft gebeld en nogal lang aan de telefoon bleef hangen. Zonder eigenlijk boelbabbel te gaan zeggen. Want zo is het werk. Nou, ik denk, ga ik ook aan het werk. Hij heeft dus ook een filmpje in elkaar gezet. Die kan ik naar YouTube brengen. En we zullen het verder beleven, want ja, de afwas moet nog, maar ik ga eerst eten. De vaatwas is al leeg, dus ik kan het er zo in doen, maar ik ga eerst zelf eten. En die vuile boel kan er dan ook nog bij en dan hoppla, draaien maar. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later!